Kijk, prinsen en princesses, leefhemmers van het beter stukje varkensvlees op de barbecue. Merci, veuut de passeren en welkom chez Hilco Cuisine. Mensen, mensen, mensen. Het is daar, hè? Het goede weer. De mensen stralen alweer, gelijk het zonneke. En ze zijn allemaal wat beter gezind en zo. En, uh, ho, ho, ho. het is dikke feest. Hè? Het is bekant zomer. We hebben de zomerfeeling hier in Belgium. Is dan nou niks. Maar alvorens dat we het gaan hebben over barbecue en een ongelooflijk stukje varken, gaan we het eerst hebben over de vragen van de week, mensen. Want de vraag van de week, met stip op één... hè? T-shirts. U ziet het daarmee? Waar zijn die matentabellen? Wel, die staan sinds vorig weekend staan die online op mijn Facebookpage, mensen. Dus als jij wilt weten, hoe groot zijn dat t shirts dan, nou, wat moet ik bestellen, dan ga je naar mijn Facebookpage van Hilco Cuisine. En allereerst ga je die page liken. Na dat liken ga je bovenaan de pagina zien dat ik daar een post heb gepint en die post houdt in de matentabellen. De matentabellen voor de mannen t shirts en de matentabellen voor de vrouwen t shirts Je gaat zien, een t-shirt wil ik. En dan ga je een t-shirt nemen dat je in je kast hebt liggen. Dat moet geen van Ilko Cuisine zijn, maar een dat je goed past. Je gaat die nemen en je gaat je een meter pakken. Eén meter of twee meter, dat maakt niet uit. En je gaat die t-shirt plat platleggen. Dat zijn niet de mawkes. En je gaat die zo meten en zo meten. En dan ga je die cijfertjes vergelijken met het matentabelletje dat ik gepost heb. En dan kun je een, een berichtje sturen. Meneke van Ilco Cuisine. Via Ilco Cuisine een bericht van de Facebookpage naar hè, de mijnen. En dan ga ik gaan sturen van: hé hey, van Ilco Cuisine, ik meteen een t-shirt hebben En met, met D-maat alsjeblieft. En, en redelijk snel. En dan ga ik antwoorden: ah oh, merci voor de bestelling. Dank u, dank u wel. Je gaat nog even moeten wachten. Want mijn goede vrienden van All Graphics, die zitten in Ibiza. Die zitten daar te rijven en te feesten, Want die mensen waren mug van altijd te werken. En die hadden even kunnen zijn nodig. En vanaf dat die terug zijn, dan ga ik die t-shirt. Te bestellen. Hè? Dat is al goed nieuws. Hè? Nu heb ik nog vragen. Op Instagram had ik in de post gedaan hè, van stickertjes. Wacht, ik zal die een laten zien. Van stickertjes, chique stickertjes van Ilco Cuisine. Hoe kunnen je nu zo'n sticker bemachtigen? Wel, dat is ook heel simpel. Hè. Komende week ga ik alle exclusieve verkooppunten van Ilco Cuisine bevoorraden met die stickertjes. En dan ga ik naar zo'n verkooppunt en dan koop je een productje of twee of drie of vier of vijf, maakt niet uit. En dan neem je zo'n sticker mee naar huis en, en dan plak jij dat op een auto of je plek het waar je wilt. Maar dat je hem goed dus hangen, dat is heel belangrijk. Is dan nou niks? Dat is, dat is super, hè? Plekkertjes. ik vind dat fantastisch. Zijn er nog vragen? Wel, als je nog vragen hebt, kun je naar hier beneden gaan. De comment section below. En daar kun je een vraag stellen. Of je kunt mij bericht sturen op mijn Instagram-page, of op mijn Facebook-page. Of je kunt je gewoon abonneren hier, als je niks te vragen hebt. En dan kun je op dat belletje drukken. En dan krijg je een melding als er een nieuwe video is opgeload. Goed, voorlopig geen vragen meer. We gaan het emmer over dat varken. Hè. Een hele tijd geleden was ik op zoek naar de pata negra. Dat is een Spaans varken dat in de herfst eikels vreet en zo en dan in de zomer kruiden en dan leuk klozen en in Spanje zit of feesten vieren en. -o -o. Maar ik kon dat varken niet vinden. Ik kon dat niet vinden. Dus ik stuurde dan een groothandel dat ik ken in Beringen. Van eh, uh, je Ik zie dan uitliggen liggen in een winkel en die uh, ja, die, die repliede terug van menneke van Ilko Cuisine. We hebben een heel mooi alternatief. We hebben de peak out of Olympus. Het Olympus zwette varken. zwetvarken varken o, Olympus. Dat is dus in Griekenland. Hè. Meer dan 2000 jaar geleden en met die Grieken daar de Olympische Spelen beginnen opstarten. En dat is de historie. En die varkens die lepen daar rond en die, ja, die werden gevangen en opgegeten. En de Grieken waren er zo content van dat dat... Ja, dat is gebleven, maar dat is even verdwenen. En nu is dat teruggekomen dat zijn varkens, dat tussen de olijfbomen grazen en ook fretten. en fretten. En, en een heel goed leven hebben. Dat, is, ja, dat is, het zou het ongelooflijk zijn. En ik dacht, ik moet dat proberen. En nu moest ik vorige week dus in Beringen zijn. En ik heb dat daar gevangen. En dat gaan wij vandaag klaarmaken. Samen met een bruschetta. Dat wordt eigenlijk Griekenland meets eh, spannende beetje. Hè. Bruschetta, zo'n zo geroosterd brood met leuk op. En dan tomaten en een beetje olijfolie. En ook geroosterde paprika's. Maar we zullen gewoon naar de keuken gaan en we gaan eraan beginnen. Wat pijzen daarvan? We zijn er weg. Muziek. <middels> Ja, mensen, mensen, mensen. Hier zijn we dan in de keuken met de Black Peak of Olympus. Het Olympus Zwette varken. Meer dan 2000 jaar geleden zijn er de Olympische Spelen ontstaan. En toen prepareerden ze dat ook al voor die atleten, mensen. Maar goed, we hebben die pakjes open gedaan. En nu zien we dat er nog een beetje zilveren skin aan die filetjes zangt. Ja, dat komt van de groothandel. Dus je moet daar nog een klein beetje aan werken. Als je een goede biennaver hebt, gaat dat voor je wel doen. Hè. Je verwijdert al die vliesjes, hè? Die moeten weg. En dan krijg je een schoon en dan leg je dat lekker terug in dat schoorpotje en je pakt vijf tenen. Je doeft de en je doeft daar met een mes door. Gewoon in, in, in grote, grove stukken doefen En dan doefte de eeldine leuk bij die filetjes. Dan nemen we de heelkoek cuisine. Spicy barbecue sauce. En op elk filetje giet je ongeveer één goede eetlepel sauce daarover. En dan gaat die sauce daar schoon in masseren. Wat gaat die sauce nu doen, mensen? Wel, daar zit een beetje zoet in, daar zit een beetje zuur in. daar gaat er maar gien steken. De, niet te evenaars. Smaak en dat gaat ervoor zorgen dat er een korstje op ons vlees komt als we dat straks gaan bakken, mensen. En er is nog iets wat die magische saus kan. mensen. Let mannetje goed op. We nemen het hielcoquisin, hotsole, premier cru, en we draaien een keer goed aan dat willeke. Goed draaien. Hè. En dat magische saus gaat ervoor zorgen dat dat zaad goed gaat blijven plekken aan die filetjes. Nu, die filetjes zijn niet gepekelde, dus die kunnen wat zout verdragen. Als je gepekelde filetjes hebt, zijn voorzichtig met dat zaad, hè. Maar goed, je kust dat een beetje op. We zijn naar de hof gegaan en we hebben Rozen Marijn gevangen. We hebben die in een gewassen en die stukjes gaan we daartussen doeven. Time hebben we ook gevangen tijd voor mijn Engelse vrienden. He? Time is money, dat is het er hier ook in. He? En dan twee bladjes laurier. Een bedje van tuinkruiden, als het ware, voor de marinade Nu heb ik daar een foto voor getrokken voor de Instagram van Ilko Cuisine. En dan lag dat allemaal omgekeerd. He? Maar goed, we smijten daar een folie over en dat doeven we in onze frigo voor minstens vier uur. Maar twaalf uur is nog beter. Dus dat mag even weg door lidoki. dookie, dat zien we even niet terug. En nu zijn we de volgende dag en ik heb hier vijf, zes, Save Paprika's op een hete grill gesmeten en ik heb die helemaal zwet laten worden. We hebben drie tenen gedoefde leuk en we snijden die grof in plakjes. Dan nemen we een schoon en we nemen een goeie olijfolie. Dat mag van Griekenland zijn. gieten wat van die olijfolie in dat bordje, je daar die een gedoefde bij. En dan gaan we een stukje keukenpapier nemen. En we vangen zo één rode zwetgeblakerde paprika. En we pellen die gewoon met handschoentjes, pellen we gewoon die verbrande pel daarop af, mensen. Een kleine tip. Er zijn van die shellemmen of schrikke pieten, dat die een paprika niet helemaal, helemaal zwet durven laten blakeren. Hè. Je moet dat doen, hè, mensen, want dan, dan pelt dat veel gemakkelijker. Dat is echt waar. En je gaat er smaak in krijgen. Hè. Veel smaak als je dat goed zwet blakert. Het zwet smet de weg en troot dat fret op. Zo simpel is het, mensen. En hier over smaken gesproken. Hè, je scheurt die een paprika op en je laat al die love juice daaruit vloeien. In je bordje met je olijfolie. En leuk, mensen. Dan leg je hem plat en je haalt daar het steeltje samen met de zaadlijsten uit. En je hebt bijna een filet, mensen. Dan scheurde daar een stuk af en dat stuk dat scheurde je nog een keer in twee. Zo simpel is Je kunt dat met een mes doen, maar voor wat een mes vuil maken, als je het gewoon met je pollen kunt uiteenhalen, mensen... Maar goed, je doet dat met al die paprika's. En dan neem je het Hilco cuisine, Hotsel premier cru. En je draait een niet goed aan het willeke. En je edt nog een beetje extra olijfolie. Je neemt twee lepeltjes en nu gaat het goed melangeren. Dan prijzen, ik moet nog een beetje zout gebruiken. Dan doe je daar nog wat zout op. En terug melangeren. En ondertussen kunnen nog een beetje zwette pelletjes eruit vissen met die lepeltjes. Dan hebben wij hier een heel schoofje lekker. Hè? We gaan dat afdekken met een folie. Doe daar een folie over. En dan mag je ook alweer. Weg. En dan gaan we naar onze barbecue. Die barbecue die is ongeveer 175 graden op het koudste punt. We hebben een hete zone en een medium zone. De hete zone, daar liggen de kooltjes. En de medium zone, daar ligt niks onder. O, ongelooflijk, dat was wel een goede tip. Nu neem je een patat waar dat een stuk is afgesneden en je kust je rooster op en je laat een beetje zetmeel achter patatten voor de roosters te kussen .nl. Daar kunnen die patatten kopen of je gaat gewoon naar Aardappelhof hier in Baatsem. En daar hebben ze de beste patatten van de streek, mensen. Goed, alles goed ingesmeerd. Dat setmel gaat er ook voor zorgen dat dat vlees niet te het blijft plekken en je hebt een schone rooster voor op te bakken. Nu nemen we die dus ene keer dat schoon stukjes vlees, mensen. En we nemen daar olijfolie en we gieten daar een beetje olijfolie over, want dan moet een klein beetje vetstof hebben om te bakken, mensen. Moeilijk is het Nee, olijfolie op het vlees, netje goed wrijven, braaf met bischke. En nu gaan we dat vangen en we gaan dat op het mediumkantje van de rooster leggen. Al die kruiden en die andere smaakmakers, die mogen mee op de barbecue en mensen. We gaan dat tot op het einde gebruiken. Je legt dat daar uh, aan de andere kant en je ziet dat je dat erop legt en niet er een gelijk in een loemprik dat hij doet. Hè. Maar goed, het spel zit erin. De kruiden al op het hete stukje en nu doen we dat tekstelje toe. Het tekstelijke gaat toe voor uw lang minstens drie minuten. Drie minuten op medium dat gaat goed komen. En nu horen kunnen al zagen. Jongen, ja, ik heb zo geen, zo geen kamado-grill. Zo'n Japanse kamado-grill. van al meer dan vijfduizend jaar oud. Ik heb dat niet. Wel, dat gaat op elke barbecue met een deksel. Hè? Een gewone Weber, hè? dat gaat er ook perfect op. Trouwens, een Weber, kwaliteit is dat. Hè? Als je daar niet op kunt, vergeet dan barbecuen. en gaat dan gewoon um, een, beetje, een beetje fondue doen of zo. Maar goed, we zijn drie minuten later, mensen. En we gaan het dekseltje weer open doen. Hè? Koek, koek. En je ziet, die kruiden die zijn een beetje aan het verbranden. Die zijn rook afgeven en we moeten aan de andere kant van het vlees ook nog een beetje olie smeren. Dus je kapt daar wat olijfolie op, je vreft dat weer in en dan gaan we die stukjes op het gemak omdraaien. Zie je hoe schoon dat die stukjes zijn en... en laat die het leuk daar ook maar op plekken. Dat is geen probleem, dat is een smaakmaker die ons gaat helpen ons content te maken. Die gaat een glimlach op ons mooi gezichtje te horen. Dan nemen we het en je vangt dat filetje en je trekt die je rustig eraf en zie je hoe schoon aangekleurd, het mooiareffect. Is weer hier. Hè. Als je dan weet wat dat is, dan googel dat een keer. Moiaar-effect. Dus je draait alles om en dan beslist je oh, dat andere stukje. Ga ik toch aan de andere kant leggen? We kan een keer door die kruiden roeven en dan gaan we dat weer toedoen. Weer al drie minuutjes wachten. Weer al drie minuutjes aan ons glasje wijn. Sjabberen. En uiteraard gebruik dan een timmer hè, voor dat vlees in deugdhaven. Want van al dat gezabber aan die wijn, kun je wel een keer het vlees vergeten. En als je wekker zet, dan is dat niet zo. Goed, aan de andere kant is ook aan de kleur. Ik ga nu al die, al die een die hier, al die een zwet en tuchel, die moet die aan de kant. Hè. Daar is er niks meer mee. Die moet even aan de kant, want ik ga er nu... Broodjes opleggen op de mediumkant. Broodjes, sneeën, brood. Waarom kan ik die daarop leggen? Wel, dat is omdat ik die helemaal wil laten uitdrogen. Dat, dat brood dat moet heel droog zijn, omdat ze biedt een hele straffe truc mee uit te halen. Dus we leggen een koppel brood op de rustige kant, de mediumkant van onze barbecue, onze kamado. Of als je een weber hebt, dan mag je ook in de weibret, mensen. We doen dat weer toe en we pakken een minuutje, een minuutje of twee, max. Want ons vlees ligt op de hot side of de barbecue. Hè. Dus we doen dat open na een minuut, een minuut en een half, maximum twee minuten. En we draaien ons broodje om ze. Hier draaien we ze om en die zijn goed aan het uitrogen. En over uitrogen gesproken, we moeten opletten dat dat vlees niet uitroogde. Hè? Want dat die op de nette kant en dat was bijna, dat was bijna te laat. Hè? Maar bijna is het nog niet. Er is een dus schoolkleurken op, we gaan het terug aan de zachtere kant leggen. Maar eerst in een zwet en tuchelie, dan een dan een nest dat altijd in de weg ligt. Die smet ik daar gewoon af. Hè? Weg daarmee, weg, weg Je Gelijk dat ze in Duitsland zeggen. Maar alle gekheid op een roostertje. Terug het tekstelje toe, twee minuten wachten. Na twee minuten, tekstelje terug open. En wat zeggen we als we tekselje dopen doen? Koek, koek! En dan, dan zijn we hier. De stukjes vlees die zijn schoon aangekleurd. nu. Hè. Daar zijn we vreed content van mensen. Zien ik je wat een schoor dat die hebben? Die mogen daar verder lekker af. Hè. We gaan die eraf halen en in de kommetjes steken. De naamdachtige kijker heeft weer gezien dat ik in het toortspoelen toch wel even gemeten heb, alvorens de stukjes vlees eraf te halen. Hè. En hoeveel had ik nu gemeten? Hoeveel mat dan nu dat vlees? Wel, dat was 55 graden, mensen. We dekken dat af in een schordelje en we zetten dat aan de kant en ondertussen gaan we die broodjes schoon laten aankleuren. Iese, we kunnen nog een keer onze koekoek -koek doen. Hier ze dansen de broodjes. En deze is al goed. Oei, dat is wel zwetter. Deze is nog, ja, de kantje boodje. Maar sava, We kunnen het nog redden. Het gaat nog gered worden. Nu nemen we een teenlook. Een gekustig, teen teenlook. En je gaat dat daarover raspen. Je gaat zien, dat brood is uitgedroogd. Dat is gelijk ras geworden en dat gaat Dine leuk opvreten. Dine gaat Dine kleiner maken en Dine leuk gaat op dat brood blijven hangen en dat gaat een onwaarschijnlijk goede smaak geven. In Spanje russen ze na de leuk nog een keer een goede platte tomat daarover. Maar ik heb geen platte tomaten, dus ik heb deze gewoon in stukjes gekapt. Je laat dat even nog opwarmen en dan leg je dat allemaal op een bordje, dat feest. Hè. We zijn klaar om te gaan eten, mensen. Zie je een keer bruschetta, noemen ze dat. Je kunt er nog olijfolie over kappen, nog een beetje zaad en een beetje liefde. En dan zijn we gereed. Hè. We gaan naar ons tafeltje buiten en we denken eraan. Volgende keer als je buiten opneemt in de zon, dan zet je een ND-filter voor je lens, meneer van Kuisine, want nu is dat helemaal overbelicht en dat trekt op geen hol. Goed mensen, dat vlees, kerntemperatuur, is juist geen 60 graden Celsius. Ideaal voor een varkenshaasje van deze kwaliteit. We gaan dat prachtig stukje vlees in plakjes snijden en we gaan dat op ons bordje laten vieren samen met onze bruschetta. De geroosterde paprika. En uiteraard vergezellen we heel dat feest met Hilco Cuisine Spicy Barbecue Sauce. En voor de mensen dat er een beetje zout op mag, dan neem de Hilco Cuisine Hot Sauce Premier Cru. Mensen, tot volgende week. Een nieuw receptje, een nieuw weekje, een nieuw feestje. Mensen, tot dan.